Geel Stadsmagazine, jaargang 55, nummer 4 van december 2022. Dit laatste Geel Stadsmagazine van 2022 telt 21 items. Op 1 hoorde u daarnet de titel, dit is de inhoudsopgave op 2. Op 3 zometeen de uitleg waarom er een nieuw stadsmagazine is. Op 4. In beeld wandeling van het jaar. 5. Kort. 6. Ontmoet Johan, voorzitter en vrijwilliger bij Min Geel. 7 gaat over energie. Stadgeel houdt je warm. 8. Drie keer vragen aan Dorien, Dat is de projectcoördinator van Geel Buurtoor. 9. De Dag. De Geelse rattenvanger. 10. Vroeger en nu het Sint-Dimna-Kerkhof. 11 gaat over de uitpaskempen. 12 veiligheid, gratis reflecterende huisnummers. 13 uit in geel, met daarin op 14 getipt door Senne, regisseur van de kerstmusical. En 15 is een agenda. Contactgegevens vanaf 16 dan, met op 17 de contactgegevens van de burgemeester en schepenen. Op 18, die van het stadhuis en het sociaal huis. En op 19, het colophon van dit stadsmagazine. 20, hashtag Mijn Geel. En 21 tot slot, affiche Geel Wintert. Geel Stadsmagazine wordt ingelezen in de studio's van VZW Transcript Stadsomvaart 7-3500 Hasselt. Veel plezier met Geel Stadsmagazine van december 2022. Een nieuw stadsmagazine? Het stadsmagazine kwam er op vraag van de Gelenaren. Uit een bevraging door Communicatiemonitor eind 2020 bleek dat het oude infoblad, Infogeel, best goed scoorde. Zo goed dat onze inwoners het graag vaker dan vier keer per jaar in de bus zouden krijgen. Via diezelfde bevraging kregen we ook tips en suggesties van onze lezers. Zo willen ze onder andere meer weten over de toekomstplannen van onze stad, verhalen over inwoners en activiteiten van verenigingen. Met deze informatie gingen we aan de slag. We bundelden Infogeel en de Activiteitenkrant uit in geel in een gloednieuw magazine met vaste rubrieken en een frisse layout. Lange beschrijvende teksten maken plaats voor gesprekken met vrijwilligers, inwoners en medewerkers, uitgebreide interviews over projecten in onze stad, korte nieuwtjes en veel meer foto's. Evenementen en activiteiten van stadsdiensten en verenigingen krijgen een vaste plaats in het magazine. In geel valt heel wat te beleven. Alle activiteiten opnemen is niet mogelijk. We maken een selectie op basis van de digitale uitkalender www.geel.be-activiteiten. Zet de activiteit van je vereniging zeker in de digitale kalender. Wie weet, verschijnt deze binnenkort in het Stadsmagazine. Het Stadsmagazine valt tien keer per jaar in de brievenbus. Dat is bijna elke maand, behalve in januari en augustus. Zo houden we jou nog beter op de hoogte. Ik wens je heel veel leesplezier. In beeld, Wandeling van het jaar. Decor: Europese topnatuur. Soundtrack: Stilte. Figuranten: Van Ijsvogeltje tot Ree. Scherpenbergen de hutte is de Wandeling van het jaar. De favoriet van het publiek in de wedstrijd van Toerisme Provincie Antwerpen. De wandeling in geel- en meerhout combineert de fraaiste landschappen van Natuurpark Grote Netenwoud, de meanderende Neten. Uitgestrekte bossen, zandige landduinen en fotogenieke heidegebieden. Je vindt de route op www.kempen.be Scherpenberg en de Hutten. Kort. Telex. Loket Energie en Wonen. De stad krijgt in 2023 een loket Energie en Wonen. Je kunt dan met al je vragen over energie terecht bij een IOK-medewerker tijdens een wekelijkse zittag in het stadhuis. Vacatures. Een job bij Stad Geel, stel je kandidaat voor een van de nieuwe vacatures. Je vindt ze vanaf 15 december op www.geel.be schuine streep vacatures. Cadeaubon. Geelse gezinnen met kinderen geboren vanaf 1 januari 2022 krijgen een cadeaubon van 55 euro in plaats van korting op Diftar. Ze worden automatisch gecontacteerd. Gas 5. Sinds 1 oktober 2022 krijg je voor kleinere snelheidsovertredingen boetes via GAS 5. Op www.geel.be streep gaskoppelteken 5 lees je onder andere over welke overtredingen het gaat. Www.geel.be streep gaskoppelteken 5 Wissels bij wijkagenten. Vanaf 2023 wisselen enkele wijkagenten in geel van stoel. Er komen ook een paar nieuwe gezichten bij. Wat verandert er precies? Wijk Kasseman krijgt Johan Belmans als wijkagent vanaf 1 januari. Stijn Hermans volgt hem vanaf 1 januari op in wijk Logen. Sandra Smet, een nieuwe medewerker van de politiezone, vervangt vanaf 1 januari Stijn Hermans in wijk Centrum Markt. Lux Struijfs keert vanaf 1 maart terug naar zijn vertrouwde wijk Centrum Nonnegang. Daarnaast start Nathalie Teugels als bijkomend wijkcoördinator voor Geel, vermoedelijk op 1 mei. Je vindt alle gegevens op de website van de Politiezone: www.pzglm.be-nl-wijkagent-zoeken. Zaterdagmarkt ook op Oudjaarsdag. Heb je met Oudjaar nog frisse groentjes nodig voor je feestmaal of zoek je op de valreep nog een cadeautje voor je lief? Niet gevreesd, want ook op 31 december kun je terecht op de Zaterdagmarkt. De versmarkt vindt plaats op de parking voor het stadhuis en de rommelmarkt op Havermarkt en Markt. 20.506 stadsmagazines vallen in geel in de brievenbus. Nieuwe locatie dinsdagmarkt. Vanaf 6 december verhuist de dinsdagmarkt voor zes opeenvolgende weken naar de parking voor het stadhuis en de omliggende straten. Op markt start dan de opbouw voor de Kerstmarkt Geelwinterd, die opent op 9, 10 en 11 december en 16, 17 en 18 december. De dinsdagmarkt krijgt tijdelijk een nieuwe opstelling, compact en gezellig, maar met plaats voor alle vertrouwde marktkramen en losse standhouders. Lekkere snoepjes, verse groenten en fruit of een nieuwe handtas, op de dinsdagmarkt vind je het allemaal. Bezoek de markt tussen 8 en 12.30 uur. 30. Parkeren kan op havermarkt, maar ook ondergrondse parking werft is op wandelafstand. Ophaling kerstbomen. IOK Afvalbeheer haalt kerstbomen op tussen 9 en 11 januari 2023. Zet je boom tijdig buiten. 9 januari voor Sint Amans, Winkelomheide, Bel, Holven en Ten Aard. 10 januari voor Sint Dimpna, Larum, Elsum en Punt. 11 januari voor Stelen, Oosterloo en Sammel. Is je boom niet weg? IOK Afvalbeheer zet de ophaling de volgende dag verder. Ondervind je problemen, contacteer contactcentrum Grondgebiedszaken via 014 56 62 50. Sportcentrum Action de oude sporthal Action kreeg een grondige renovatie en werd uitgebreid met een tweede grote sporthal met vaste toeschouwerstribune, een danszaal, gevechtssportzaal en extra polyvalente ruimtes. Action is de thuisbasis voor heel wat geelse verenigingen, maar ook individuele sporters kunnen er terecht voor een partijtje squash in een van de vier squashboxen. Kom een kijkje nemen tijdens de opening op zondag 11 december 2022 van 9 tot 13 uur. In elke zaal valt iets te beleven. Zo staan er gratis sportinitiaties van Geelse sportclubs op het programma. Op www.geel.be-action vind je het programma en blijf je op de hoogte van het aanbod. www.geel.be-action Danny Voordekkers, voorzitter en hoofdtrainer van karateclub Goju Geel, zegt alvast: de nieuwe gevechtsportzaal in Action betekent veel voor onze club. Nog een herfstbooster. Kom langs zonder afspraak in het vaccinatiecentrum van Geel op vrijdag 9 december van 14 tot 18 uur of op dinsdag 20 december van 9 tot 13 uur. Nadien sluit het vaccinatiecentrum definitief de deuren en kun je bij je huisarts of een aantal apothekers in de buurt terecht voor een coronabrik. www.geel.be-vaccinatie Crocus en paasvakantie Sport en spelplezier. Tijdens de Krokus- en Paasvakantie heeft de stad weer een uitgebreid aanbod om kinderen en jongeren die geboren werden tussen 2006 en 2020 van het nodige sport- en spelplezier te voorzien. De inschrijvingen voor de sportkampen starten op maandag 9 januari 2023 om 18 uur. De inschrijvingsmomenten van de Speelfabriek en opvang bij de Bengelbende vind je binnenkort op de stedelijke website www.geel.be-vakantieaanbod. Aan de Nieuwjaarstafel: Geelse Spelletjes. Speel jij tijdens de feestdagen graag gezelschapsspelletjes met familie en vrienden? Kom origineel uit de hoek met een geelse variant op het Memory-spel, het Vragenspelletje Quistet of speelkaarten met hoofdpersonages uit de Dimpna-legende. Plezier gegarandeerd. Ook ideaal als kerstcadeautje. De spelletjes zijn te koop bij dienst toerisme en stadsanimatie. www.visit-geel.be-speeldoos Nieuwe looproutes IOK stippelde in samenwerking met Stad Geel en Sport Vlaanderen nieuwe looproutes van 3, 5 en 10 kilometer uit. Ideaal voor een ontspannend loopje, een intensieve looptraining of gewoon een wandeling. De nieuwe, bewegwijzerde routes vertrekken aan de sites van IOK, Antwerpse Weg en Lammerdries en aan Sportcentrum Axion. Je herkent de routes of loopbanen aan de rode, groene en blauwe pijlen van Sport Vlaanderen. Haal je loop- of wandelschoenen alvast uit de kast. En dan nog de werken. Asfalteringswerken. De geplande asfalteringswerken werden dit najaar afgerond. De bestrijkingswerken, waarbij enkel de toplaag met een bestrijking wordt hersteld, hervatten in het voorjaar als het warmer weer is. Nieuwstraat. De aannemer zal de werken aan de voetpaden dit jaar niet meer kunnen afronden. De werken zullen in 2023 nog verder doorlopen. In de kerst- en koopjesperiode proberen we de hinder tot het minimum te beperken, zodat je fijn kunt shoppen. Blijf op de hoogte via www.geel.be-nieuwstraat. Hoppingpunt Diestseweg In 2023 starten werken voor het eerste Hoppingpunt aan Diestseweg, de hoogte van de bushalte aan Sipalstraat-Brukel. Een hoppinpunt is een plaats om vlot te wisselen tussen vervoersmiddelen, bijvoorbeeld een bus en een deelauto. De hinder zal worden aangekondigd op www.geel.be .we schuine streep werken koppelteken met koppelteken Hinder. Updates via WhatsApp. Je kunt je abonneren via www.geel.be-whatsapp om updates te krijgen over de werken in Groenstraat, Nieuwstraat en Dr. van der Perrestraat. Ondertussen melden zich al meer dan 380 geïnteresseerden aan op de drie WhatsApp-verzendlijsten van de stad. www.geel.be-whatsapp Ontmoet Johan, voorzitter en vrijwilliger bij Min Geel. Johan Merkaert, voorzitter en vrijwilliger bij Min Geel, zet zich al meer dan 24 jaar in voor de kansarme gezinnen in Geel. Onze VZW Mensen in nood Geel, oftewel Min Geel, ontstond 30 jaar geleden met een duidelijk doel: kansarme gezinnen helpen om hun situatie draaglijker te maken. Samen met een groep van 20 toegewijde vrijwilligers maken we hier elke dag werk van. Tijdens onze huisbezoeken proberen we vooral te luisteren en te helpen waar het kan. Daarnaast verdelen we elke week gratis brood en hebben we een eigen tweedehands kledingwinkel die toegankelijk is voor mingezinnen. Elk jaar tijdens de kerstperiode organiseren we een voedselinzameling voor onze gezinnen. Wie graag voedsel doneert, kan ons vinden op 16 en 17 december aan de recent verhuisde Leize op de Antwerpse weg. Enkele cijfertjes. 2500 kilogram voeding verzamelt Min bij een kerstinzameling. 15.000 broden deelt Min per jaar uit. En 150 gezinnen volgt Min op. Meer info via de website www.mingeel.be of via e-mail mingeel@hotmail.com. Energie. Stad Geel houdt je warm. Het leven is duur geworden. De energieprijzen blijven stijgen en steeds meer mensen vinden het moeilijk om hun facturen te betalen. Met de winter voor de deur wil stad Geel jou niet in de kou laten staan. In vijf stedelijke gebouwen zorgt de stad voor een ontmoetingsruimte of een warmteplek waar het de hele winter lekker warm is. Ook in enkele woonzorgcentra, ontmoetingscentra en buurtcafés in het centrum en de deeldorpen kun je langskomen voor een gezellige babbel of een warme ontmoeting. Heb je moeite om je energiefacturen te betalen? Bij de sociale dienst helpen ze je graag verder. Een warm welkom. Zo'n warmteplek vind je in de BIP, lokaal dienstencentrum Luisterbos, woonzorgcentrum Wetbos, in ontmoetingsruimte Het Gelijk Vloers en buurtcentrum Den Alleman. Patricia van Dienst Gelijke Kansen zegt: Sommige mensen kwamen sowieso al moeilijk rond, laat staan nu met de huidige energieprijzen. Vaak wonen ze in slecht geïsoleerde huurhuizen. Ze kunnen thuis hun verwarming een graadje lager zetten en komen opwarmen in onze warmteplekken. Iedereen is er welkom. Je hoeft er niks te consumeren en je kunt gebruik maken van de faciliteiten die de locatie biedt. Je moet er niks. Je kunt er gewoon zijn of een praatje maken. Aan democratische prijzen of gratis kun je er iets fris of warms drinken. In een aantal locaties kun je ook gratis de krant lezen of werken op openbare computers. Zo is de bibliotheek een rustig en warm plekje om te studeren of te werken. Of kruip gezellig met je kinderen onder een dekentje aan het kampvuur voor een extra voorleesmoment elke woensdag om 14.30 uur. Bespaar thuis energie. Stadgeel laat in de warmteplekken de verwarming aanstaan. In de andere gebouwen wordt deze teruggeschroefd tot 19 graden, in sportzalen tot 17 graden. Op die manier bespaart de stad op energiekosten. Dat is meteen een heel nuttige tip, ook bij jou thuis. Verwarm één ruimte, bijvoorbeeld je leefruimte, tot een aangename temperatuur en zet in alle andere kamers de verwarming lager. Pas ook andere tips toe om thuis energie te sparen, zoals ledlampen gebruiken en je verlichting niet onnodig laten branden. De stad dooft daarom ook de openbare verlichting en kerstverlichting tussen 23 en 5 uur, behalve op vrijdag en zaterdagnacht. Stedelijke gebouwen worden deze winter buiten niet verlicht. Kun jij je energiefactuur nog betalen? Rika van de sociale dienst zegt: Bij de sociale dienst merken we dat mensen moeilijker rondkomen. Sommigen zoeken alternatieve manieren om te verwarmen, zoals een gasbrander binnenzetten of bloempotten met theelichtjes. Heel gevaarlijk. We krijgen meer vragen rond energie, zoals de hoge eindfactuur. Wij proberen hen zo goed mogelijk verder te helpen. Online vind je heel wat informatie over Vlaamse en federale steunmaatregelen, energie besparen en hoe je advies op maat kunt aanvragen. We zijn volop bezig om alle informatie te bundelen op www.geel.be-energie. Vanuit de stad is ook aanvullende financiële steun mogelijk. Kijk of je hiervoor in aanmerking komt via geel.remini.be. Val je net uit de boot voor steunmaatregelen en kun je toch moeilijk je energiefacturen betalen? Kom dan gerust eens langs bij de sociale dienst. Dan bekijken we samen hoe we jou misschien toch kunnen ondersteunen. Premies en financiële ondersteuning. Kom je misschien in aanmerking voor een verhoogde tegemoetkoming? Contacteer dan jouw mutualiteit. Zij onderzoeken of je hier recht op hebt. Zo ja, dan heb je op dit moment ook recht op het sociaal tarief gas en elektriciteit, naast andere voordelen. Energieleveranciers vergelijken. Wil je kijken welke energieleverancier het voordeligste is? Dit kun je doen via de V-test van de Vlaamse overheid op vtest.vreg.be. Hulp nodig bij het overschakelen naar een andere leverancier, formulieren invullen of facturen begrijpen? Dan kun je terecht in het Gelijkvloers tijdens koffie en papieren. Kom even opwarmen. Gelijkvloers in de Welzijnscampus, Distseweg 144. Maandag en donderdag van 10 tot 12 uur, dinsdag van 16 tot 19 uur, woensdag van 14 tot 16 uur. Koffie en papieren maandag van 13 tot 16 uur. Buurtcentrum Den Alleman, Velke 220. Maandag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 14 tot 17 uur. Onthaal met medewerkers voor vragen dinsdag en donderdag van 14 tot 16 uur. WZC Wetbos, JB Stessenstraat, 71. Elke werkdag van 9 tot 12 uur 30 en van 13 uur tot 16 uur 30. LDC Luisterbos, JB Stessenstraat, 69. Cafetaria, maandag tot en met zondag van 13 uur 30 tot 16 uur 30. Bibliotheek, Werft 30. Maandag en dinsdag van 10 tot 19 uur 30. Woensdag, donderdag en vrijdag van 13 uur tot 17 uur en zaterdag van 10 uur tot 14 uur. Alle warmteplekken vind je op www.geel.be-warmteplekken. Drie keer vragen aan Dorien, projectcoördinator Geel Buurtoor. Projectcoördinator Dorien zet samen met collega Christel haar schouders onder het project Geel Buurt door. Wat houdt het project Geel Buurt door in? Eind 2016 starten we onder de naam Geel Buurt al met een buurtzorgnetwerk in Steden, Oosterlo en Winkelomheide. Binnen een buurtzorgnetwerk helpen buren elkaar met kleine taakjes, zoals iets meebrengen van de winkel of gewoon een gezellige babbel. Met Geel Buurt Door gaan we nog een stapje verder. Samen met ziekenhuis Geel, de Geelse Woonzorgcentra, huisartsen, thuisverpleegkundigen en thuiszorgdiensten willen we zorg naar de buurt brengen. Hoe ga je dat concreet aanpakken? Specialisten van het ziekenhuis houden vanaf volgend jaar consultaties in woonzorgcentra. Zowel bewoners als buren kunnen hier dan. Na een doorverwijzing door de huisarts terecht. Tegelijkertijd zijn huisartsen en thuisverpleegkundigen belangrijke speelfiguren in het project. Zij weten vaak welke kleine zorgnoden hun patiënten hebben en ze kunnen buurtzorg inschakelen. Wat wil je bereiken? Ik hoop dat we met dit project de drempel naar zorg verlagen en eenzaamheid tegengaan. Zo kunnen Gelenaars zo lang en kwaliteitsvol mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving blijven wonen. Met Geel Buurt Door maken we hier samen werk van. Meer info over Dorin van den Bulk en de werking vind je op wwwgeelbe buurtzorgnetwerk of via e-mail geelbuurt.geel.be. De dag. De geelse rattenvanger. Christophe is sinds 2017 voltijds rattenvanger bij de stad. Het is een apart beroep, maar Christophe vindt het zalig om buiten te zijn. Hij bestrijdt enkele ratten op het openbaar domein, maar geeft wel advies aan inwoners. 9 uur. In de ochtend check ik altijd eerst de vangst van de 25 slimme rattenvallen. In de vallen zitten sensoren die alles registreren. Op mijn app kan ik zien waar en wanneer de ratten komen eten en met hoeveel ze zijn. De slimme vallen lokken de dieren met voedsel, maar gaan niet meteen dicht zodra een rat komt eten. Pas wanneer het voedselniveau voldoende daalt, activeer ik de val om de ratten te vangen. Het is de bedoeling om ratten eerst een veilig gevoel te geven, waardoor ze elkaar niet waarschuwen voor het gevaar. Zo lopen er hele families in de val. 10 uur. Ik ga op ronde om de slimme rattenvallen leeg te maken. De vallen staan over het hele grondgebied, maar we vangen de meeste ratten in het centrum. Vandaag moet ik onder andere in het stadspark en Waaiburg zijn. Ik maak de vallen leeg, de ene bevat vijf ratten en de andere acht. Gemiddeld vang ik zo'n twintig ratten per week. Het recordaantal ratten dat ik in één val vond was 21. 11.30 uur 30. In Geel liggen nog 250 lokaalsbuizen met rattenvergif. Ik controleer wekelijks een deel van de buizen en vul vergif aan waar nodig. In 2017 lagen er nog 400 van deze buizen, maar dat bouwen we nu stilaan af door meer slimme rattenvallen in te zetten. We bespaarden met de slimme rattenvallen al 800 kg vergif. Gif dat niet meer in de voedselketen terechtkomt. Slimme rattenvallen zijn dus veel beter voor het milieu. Daar ben ik heel blij om. Ik ben zelf een echt natuurmens. Ik vind het zalig om voor mijn job heel vaak buiten te zijn. 14 uur. Als inwoners een melding maken bij de stad, neem ik contact met hen op of ga ik even langs. Vandaag bezoek ik een inwoner in de buurt van Holven. Ik geef uitleg over wat we als stad doen en welke maatregelen je als inwoner zelf kunt nemen. De stad zet geen rattenvallen op privé-domein, maar als het kan zetten we wel een val in de buurt, op het openbaar domein. Mijn belangrijkste boodschap is steeds, zorg dat ratten niks te eten hebben. Gooi geen etensresten in het kippenhok of op een open composthoop. Raap appels en noten die van de bomen vallen best op. Ook dat is voedsel voor de ratten. 16 uur 15 ik sluit de dag af met administratie. Vandaag kwamen er vier nieuwe meldingen van rattenoverlast binnen. Het is heel belangrijk dat inwoners rattenoverlast melden. Zo komt de melding zeker bij mij terecht. Een melding van rattenoverlast maak je op www.geel.be-melding of bij het contactcentrum Grondgebiedszaken op het nummer 014 56 62 50. Op de foto's zien we nog de dag van 1. In deze val zaten 5 ratten. 2. Christophe vult de lokkaasbuizen. 3. Via een app kan Christophe elke vangst registreren. En 4. Het systeem geeft aan in welke vallen er ratten komen eten. Vroeger en nu Sint-Dimna-kerkhof. Rond 1920 groeiden de eerste boompjes op het Sint-Dimna-kerkhof. Ondertussen is het een groene oase van stilte en rust. Tussen 1949 en 1952 kreeg de Sint-Dimna-kerk bij herstellingen een nieuwe toren met een extra verdieping. Het gebouw raakte immers ernstig beschadigd tijdens de bevrijdingsgevechten. Uitpas Campen. De Uitpas is jouw voordeelkaart voor verrassende vrije tijd buitenshuis. Koop vanaf januari de Pas en spaar punten door aan cultuur, sport en jeugdactiviteiten deel te nemen. De punten kun je ruilen voor cadeaus en kortingen. Wat? Uitpas is een spaar- en voordeelkaart voor cultuur, sport en vrije tijd. Door deel te nemen aan activiteiten van de Stad Geel spaar je Uitpunten. Die punten kun je dan omruilen voor interessante voordelen, zoals een gratis ticket, kortingen of andere cadeaus. De uitpas is niet enkel geldig in geel, maar in alle deelnemende steden en gemeenten in Vlaanderen. De uitpas vervangt de geelse vrije tijdspas. Hoe? Je koopt vanaf 9 januari 2023 de uitpas voor 5 euro in de bibliotheek of het infokantoor van dienst Toerisme en Stadsanimatie. Bij aankoop van je uitpas heb je al meteen recht op een aantal leuke welkomstgeschenken. Gelenaars die recht hebben op een kansentarief kunnen de uitpas gratis afhalen bij dienstgelijke kansen. Voor elke activiteit waaraan je deelneemt krijg je 1 punt op je pas. Je voegt het punt toe door je uitpaskaart of app ter plaatse te scannen aan de uitpaslezer. Waarom? Met de uitpas wil de stad iedereen stimuleren om deel te nemen aan cultuur, sport en vrije tijd. Gelenaars die recht hebben op een kansentarief krijgen tot 80% korting op cultuur, sport en jeugdactiviteiten in de regio Kempen, bovenop de mogelijkheid om punten te sparen. Voorlopig spaar je in geel enkel punten bij stedelijke activiteiten, maar in de loop van 2023 kunnen ook de geelse verenigingen aansluiten. Veiligheid. Gratis reflecterende huisnummers. Een gratis reflecterend huisnummer voor elke woning in geel. De stad maakt er vanaf dit najaar werk van en iedereen krijgt er eentje in de brievenbus. Vooraan ophangen is de boodschap. Stel jezelf eens in de plaats van onze hulpverleners. Een oproep krijgen, ter plaatse rijden en de woning niet kunnen vinden omdat het huisnummer niet zichtbaar is. Dat wil je toch niet meemaken? Helaas komen onze hulpverleners dat regelmatig tegen. De huisarts, ziekenwagen, politie, brandweer. En bovenal de burgers zijn gebaat bij duidelijke en vanaf de openbare weg zichtbare huisnummers. Jos Boeks van Brandweerzone Kempen is dan ook heel blij met de actie van Stad Geel. Een reflecterend huisnummer kan een wereld van verschil maken, zegt hij. Als brandweer of ambulancier hebben we vaak een dringende opdracht. We krijgen dan het adres met straat- en huisnummer, al weten we nooit exact wat we ter plaatse gaan aantreffen. Wat er via de telefoon over de situatie verteld wordt, komt ook niet altijd overeen met de realiteit. Voor ons is alles dringend en dan is het essentieel om de aanrijdtijd zo kort mogelijk te houden. Het blijft wekelijkse kost dat we de interventieplaats voorbijrijden omdat het huisnummer niet of slecht vindbaar is. In nieuwe verkavelingen werkt het al eens met een nummer in combinatie met een letter. Een reflecterende uitvoering zou pure tijdswinst betekenen, zeker in het donker of bij slecht weer. Hoe het dan precies werkt, we schijnen met zoeklicht en een reflecterend huisnummer ligt dan meteen op. We weten dat het misschien niet zo hip en trendy is, maar een snelle interventie is prioritair en dat kan alleen met een duidelijk en zichtbaar huisnummer. Iedere inwoner hetzelfde exemplaar. Dat zorgt bovendien voor uniformiteit in de straten. Je eigen decoratieve huisnummer behouden is oké, okay, maar de reflecterende versie moet ernaast. Volgens de huidige regelgeving is het verplicht om een goed zichtbaar huisnummer op te hangen. Dat betekent dat het ook in het donker leesbaar moet zijn vanaf de openbare weg. De reflecterende huisnummers voldoen aan die regel. De stad verdeelt ze maar één keer. Hang hem dus meteen op. Je ontvangt het reflecterende huisnummer samen met een begeleidende brief in je brievenbus met de vraag om hem spoedig aan te brengen. In een latere fase volgt dan een controle. Hangt het huisnummer er dan nog niet, dan krijg je een herinnering in je brievenbus. Het reflecterende huisnummer moet je aan de voorkant van de woning ophangen zodat het zichtbaar is van op straat niet aan de zijgevel dus en ook niet voor het raam. Hang het huisnummer bij de voordeur op een hoogte van anderhalve tot 2 meter, of op de brievenbus vooraan. Breng het huisnummer best aan met een weersbestendige montagelij. Elk adres in geel krijgt een gratis exemplaar. Dit najaar zijn de gemeenschapswachten in deeldorp Elsum gestart met de verdeling. Nadien komen Winkelomheide en Larum aan de beurt, en daarna ook de andere deeldorpen. In totaal zal de stad 22.500 huisnummers verspreiden. Tot slot nog een ultieme tip van Jos voor alle gelenaars. Heb je ooit zelf hulp nodig, bel dan 112 in plaats van lokale telefoonnummers van bijvoorbeeld brandweer of politie. Want dan wordt automatisch de snelste en de meest geschikte lokale hulpverlener op pad gestuurd. Meer info via deze website www.geel.be schuine streep reflecterende huisnummers via e-mail gemeenschapswachten@geel.be of via het telefoonnummer 014 56 63 72 uit in Getipt door Senne, regisseur Kerstmusical De inzet, gedrevenheid en passie van de meer dan 200 vrijwilligers zal van het podium spatten. Helene en ik creëerden een warme voorstelling die je helemaal klaarstoont voor de kerstdagen. Laat je niet alleen beroeren door het verhaal, maar ook door de mensen op het podium die het verhaal brengen. De inzet, gedrevenheid en passie van de meer dan 200 vrijwilligers zal van het podium spatten. De dag voor Kerst is een hedendaags verhaal met herkenbare situaties. Iedereen viert Kerstavond op een andere manier: de ene met fondue en de andere met steengril. Bij mij is het al lang geleden dat ik het fonduestel nog eens boven haalde. Ik vier Kerstavond altijd bij mijn grootouders, waar we heel de avond samen gerechtjes maken. Kerstmusical De Dag voor Kerst. Regisseurs Senne Jonkers en Helene Teuwen. Zaterdag 17 en zondag 18 december in de, de Waai. Agenda. Vrijdag 2 december van 10 tot 10 voor 11 in de voormiddag en van kwart voor 2 tot 5 over half 3 in de namiddag in Schouwburg Cultureel Centrum de Werft. Ook de Sint steekt zijn vinger in de lucht. In deze voorstelling steekt Jan de Smet traditionele Sinterklaasliedjes in een verfrissend jasje. Hij begeleidt zichzelf daarbij op een achttal en soms niet voor de hand liggende instrumenten. Diezelfde instrumenten zijn in het begin van de voorstelling allemaal spannend verpakt in blinkend geschenkpapier. Jan weet de kinderen als geen ander te beroeren en er telkens samen met hen weer een feest van te maken. Meer info via www.dewerft.be. Zondag 4 december van 2 tot 4 in de namiddag op stap met de gids over de dode Niks dan Goeds in de Sint-Dimna-kerk. Ontdek de graven van bekende Gelenaars, zoals Exteen, Leurs, Stessens en Cels. Samen met de gidsen zoek je naar de symboliek van de afbeeldingen op hun grafstenen. Nadien steek je met de gids over naar de Britse begraafplaats, waar je de boeiende verhalen van Rollo, Higgins en anderen hoort en verklaringen van woorden als Sapper en Private. Meer info op www.visit-geel.be. Op 8, 10 en 11 december van 10 tot 5 in de Expozaal van de Halle, Expo Jeugdatelier Family Dinner. Elk schooljaar sluit de Kunstacademie af met een tentoonstelling van de afstudeerprojecten. Deze keer is het een van haar jeugdateliers die in de kijker staat. De leerlingen maken de schilderenwerken van de mensen die hen het meest dierbaar zijn. Meer info via kunstacademie.geel.be Zaterdag 10 en zondag 11 december, op zaterdag van kwart over acht tot tien s avonds en op zondag van twee tot kwart voor vier in de namiddag in de schouwburg van Cultureel Centrum de Werft, Wavet van de Platteklap Jaar Special. Tijdens deze eindejaars Special passeert een verdwaalde Sint voor de ultieme strijd met de kerstman, is er ruimte voor een Geels jaaroverzicht en kun je nieuwe geelse teksten op bekende melodieën verwachten. Of, kort samengevat, de nodige humor naast nieuwe muziek. Meer info www.dewerft.be Zaterdag 17 december om 7 uur s avonds Tractor Kerstrun. Op de tweede zaterdag van Geelwintert rijden zo'n 80 verlichte en versierde tractoren door de stad. Voor meer info over de planning en het parcours neem je best een kijkje op de website. Daar vind je ook in real-time de positie van de eerste tractor. Je vindt die positie op deze website www.tractorkerstrun.be. Nog tot zondag 8 januari tijdens de openingsuren kerst in het Gasthuismuseum. De nu al authentieke en gezellige museumkamers krijgen er nog een laagje nostalgie bovenop. Je hoort de open haarden bijna knetteren. Kom ideeën opdoen voor je eigen kersttafel. Combineer een bezoekje met je kerstinkopen in het stadcentrum. Of grijp deze maand aan om nog eens over de museumvloer te komen. Meer info op www.gasthuismuseumgeel.be. Op zondagen 11 en 18 december van 1 tot 6 in de namiddag in de Nieuwstraat en Pas einde jaar shoppen in het stadcentrum. De handelaars van VZW Geel Centrum rollen de rode loper voor je uit. Ben jij nog op zoek naar een feestoutfit of naar verrassende kerstcadeautjes? De straten zijn sfeervol verlicht en aangekleed met kerstbomen. Op het marktplein kun je genieten van een gezellige kerstmarkt. Op zaterdag en zondag parkeer je gratis op de Centrumparkings. Meer info op www.geelcentrum.be. Zaterdag 17 en zondag 18 december, op zaterdag van 1 tot 9 en op zondag van 1 tot 7 in De Waai, kerstmusical, de dag voor kerst. Bij Kerst in Geel hoort traditiegetrouw ook een hartverwarmende kerstmusical. In de dag voor kerst zie je enkele bewoners van een appartementsgebouw die kerstmis op hun eigen manier invullen. De rode draad doorheen het verhaal is de liefde voor kerst. Of was dat nu de liefde voor elkaar? Meer info over de kerstmusical op www.visit-geel.be. Op 9, 10, 11, 16, 17 en 18 december, op vrijdag van 5 tot middernacht, op zaterdag van 2 tot middernacht, en op zondag van 2 tot 10 op het marktplein wintert. De kerstmarkt krijgt een heuse transformatie. Geelse verenigingen en organisaties staan dit jaar niet één, maar twee weekends voor je klaar in houten chalets. Kom de reuze gezellige kerstfeer opsnuiven tijdens kerstmarkt wintert. Proef een lekkere Genever, verwarm je aan een pittige gluwijn of kies voor een lekker hapje. Meer info over Geel Wintert op www.visit-geel.be. Van vrijdag 9 tot zondag 25 december van 1 tot 8 in Gasthuishoeve Kerstallen tentoonstelling. Dankzij een vaste hand en een grote portie geduld bouwde Theo van Nutten een mooie collectie kerstallen die hij graag aan het grote publiek laat zien. De gasthuishoeve vormt de perfecte locatie voor deze tentoonstelling. De toegang is gratis. Groepen maken op voorhand een afspraak. Meer info via www.visit-geel.be. Van zaterdag 17 december tot vrijdag 6 januari vanaf 5 uur in de namiddag in Poyel 123, het Poyels Kerstdorp. Het kerstdorp in Poyel is aan haar 21ste editie toe. Ze telt intussen zeven stallen met een 25-tal levende dieren. In het sfeervolle cafeetje kun je even opwarmen. In de straat zijn tal van huizen feestelijk verlicht met lampjes en figuren en de toegang is gratis. Meer info via e-mail herman.schelles.skynet.be En Schelles schrijf je s c h e -S. L-L-E-S Woensdag 14 december van 2 tot 4 in woonzorgcentrum Laarsveld, Kerstmarkt Laarsveld. Woonzorgcentrum Laarsveld organiseert een knusse kerstmarkt binnen het huis. Je vindt er allerlei verkoopstandjes met kerstspullen, kerstkaarten en juwelen en standjes met eten en warme dranken. De Geneverbar en de Cafetaria zijn ook geopend en de toegang is gratis. Meer info via e-mail laarsveld.kela.staaf.armonia.be Zaterdag 17 december van half acht tot middernacht op het kerkplein van Geel Bel, Bel for Life. Op het kerkplein van Bel vindt een gezellig kerstmarktje ten voordele van de warmste week plaats. Geniet van diverse hapjes en drankjes, zoals genever, glühwein, soep, Warme chocomelk, een boterham met spek en snoep. En dat alles onder muzikale begeleiding van accordeonisten. Maandag 19 en dinsdag 20 december. Op maandag van half 10 tot 11 in de voormiddag. En op dinsdag van half 10 tot half 12 in de voormiddag. In Kleinveldekens en zaal Ecodroom. Kerstbloemstukken maken. Heb jij altijd al je eigen kerstdecoratie willen maken? VZW Creatief gaat dan met je aan de slag. Binnenkort staat je eigen kerstbloemstuk bij je thuis te pronken. Op maandag ben je welkom in Klein Veldekens en op dinsdag in zaal Ecodroom. Schrijf je wel op voorhand in, dat doe je via e-mail geel.vzwcreatief.be. Creatief schrijf je met een K. En meer info vind je op hun website www.vzwcreatief.be. Zaterdag 7 januari van 7 tot 9 s avonds in de Gasthuishoeve op stap met de gids Volksverhalen. Vroeger werden er aan de Leuvense stof of rond de open haard straffe verhalen over onder andere de mannen van de barg, heksen en de kwade hand verteld. Nu ontdek je allerlei volksverhalen terwijl je op stap bent met de gids. Hij gaat terug in de tijd en vertelt over de geesten- en de duivelswereld, de kaboutermannetjes en de Alven. Meer info via wwwvisit geelbe Zaterdag 21 januari van 1 tot middernacht in feestzaal Elsum, spellendag 14 jaar het Geel Pionneke. Spellenclub Het Geel Pionneke bestaat 14 jaar. En dat vieren ze met een brugelfeest, een tombola en vele spelletjes op hun nieuwe locatie, dat is Feestzaal Elsum. Het brugelfeest vindt plaats van 5 tot 7. Wil je mee eten, schrijf je dan in voor 10 januari via e-mail geelpioneke En meer info vind je op hun website www.geelpionneke.be Zaterdag 21 en zondag 22 januari, op zaterdag van 8 tot 10 s avonds en op zondag van 11 uur s ochtends tot 1 uur middags in de schouwburg van Cultureel Centrum de Werft, het nieuwjaarsconcert van de Centrum Harmonie. Centrum Harmonie Geel en haar jeugdorkest tracteren je op een nieuwe, feestelijke editie van hun nieuwjaarsconcerten. Het Nieuwjaarsconcert was oorspronkelijk een Weens fenomeen, dat voor de eerste keer plaatsvond in 1939. De Centrum Harmonie steekt deze herinneringen uit Wenen in een eigentijdsjasje en grijpt, naast onvermijdelijke klassiekers, ook naar het eerder ongekende repertoire. Als kers op de taart trakteert de harmonieën achteraf op een drankje om te klinken op het nieuwe jaar. Meer info via www.dewerft.be. .de. En op donderdag 26 januari om zeven uur s'avonds in de bibliotheek is er een gedichtenwandeling. Op gedichtedag organiseert de bibliotheek een wandeling langs weesgedichten op de ramen en etalages in het centrum. Je vertrekt samen met de groep om kwart over zeven s'avonds. Onderweg kun je genieten van een warm drankje. Tijdens de wandeling ontdek je ook wie de nieuwe stadsdichter van Geel wordt. Ontdek meer activiteiten op www.geel.be-activiteiten Contactgegevens Burgemeester en schepenen. Spreekuren na afspraak. Vera Celis, n NVA, burgemeester, Algemeen Beleid, Communicatie, Organisatieontwikkeling, dierenwelzijn en veiligheid. 014 56 60 60. Griet Maars, CDNV. Sociaal beleid, zorg en gezondheid, kinderopvang, werk, diversiteit en woonbeleid. Voorzitter van het bijzonder comité van de sociale dienst BCSD 0497 6108 92 Bart Juliams van NVA Klimaat en duurzaamheid, milieu en natuur, ruimtelijk beleid, trage wegen, vergunningenbeleid en stadsontwikkeling 014 56 60 60 Nadine Laremans, CDMV. Ambtenaar Burgerlijke Stand, Burgerzaken, Senioren, Sport, Toerisme, Stadsanimatie en Evenementen. 0474-7362-80. Tom Korstjens, NVA. Economie, Financiën en Personeel. 0471-8964-17. Marlon Parijn. CDMV. Participatie, Jeugd, Mobiliteit, Fietsbeleid en Onderwijs. 0498 60 99, 70 Pieter Coe, NVA. Cultuur, Internationale Samenwerking en ICT. 014-56-60-34. En Luc van Laar, CDMV. Openbaar Werken Patrimonium, Landbouw en Platteland 0497 45 67. Stadhuis Werft 20 Telefoon 014 56 60 00. E-mail info at geel.be, Sociaal huis. J.B. Stessemstraat 69, telefoon 014 56 70 00, e-mail sociaalhuis@geel.be. Alle dienstverlening in het stadhuis en het sociaalhuis na afspraak via www.geel.be/schuine streep afspraken, ofwel maak je je afspraak telefonisch op 014 56. 7777. 77. Dat kan op weekdagen van 9 tot half 1 en van half 2 tot half 5. Er is een avondopening op dinsdag van 5 tot half 8. Colophon. Stadsmagazine Geel verschijnt 10 keer per jaar. Verantwoordelijke uitgever: Burgemeester Vera Celis, werft 20. Redactie: Dienstcommunicatie. Vormgeving: reëel. Fotografie mee, dit. Dienstcommunicatie door Dirks. Hashtag mijn geel. Foto's in en rond geel. Dit zijn de foto's en hun makers. Foto 1. De Zegge door Gert Bonen. Foto 2. De Belse Heide door Chris van Elzen. Foto 3. Het Speelbos van Engelskamp door Christophe Donné. Foto 4. Larum, door Cindy Auwerks. Foto 5, een foto van het station, door Lydia Peters. Foto 6, de parking van de bloemfabriek, door Loes Aerts. Foto 7, het Kempisch Kanaal, door Marijn Hendricks. En foto 8, de Belse bossen, door Yuan Mentang. Wil je ook jouw foto in het Stadsmagazine? Deel je foto dan op sociale media met de hashtag MijnGeel... Of mail de foto naar communicatie@geel.be met daarbij een vermelding van je voor- en familienaam en de locatie van je foto. Affiche Geel wintert. Gezellige kerstmarkt op het marktplein 9, 10 en 11 december, 16, 17 en 18 december. Dat was het voor deze aflevering van het Stadsmagazine. Heel graag tot volgende keer.